Een reden voor RTL Z om de woningmarkt eens nader te onderzoeken. En dat doet voor ons verslaggever Mark de Jong. Mark. Ja. Ik sta nog steeds in Amsterdam, Sanne. We praten nu met hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Nou, ook aan hem maar eens even de vraag. Is de situatie in Nederland zo zorgelijk op die woningmarkt? Nou, zorgelijk. Het is natuurlijk wel jammer dat die prijzen nog steeds dalen. We hebben ze vorig kwartaal 2,5%, nu weer 3,1. Dat is toch wel jammer. Als je het vergelijkt met het buitenland, is het natuurlijk een heel ander verhaal. Dan zie je veel scherpere prijsdalingen. Ja, in landen als Spanje, Amerika, Ierland, de Verenigde Staten. Dat zijn met name de landen waar de prijzen zwaar onder druk staan. Ja. Waarom zit er zo'n verschil tussen? Ja, kijk, die landen, met name Spanje en Ierland, er is heel veel speculatief gebouwd. Hè? Dus puur op basis van de verwachting dat die woningen heel sterk in prijs zouden stijgen. Ja, als daar de klad in komt, is natuurlijk ook die terugslag is enorm groot. En in Nederland hebben we nog te maken met een tekort op de woningmarkt, zeker in de Randstad hier. Dat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Ja, zit er nog een groot verschil in? Bijvoorbeeld als je kijkt naar wat voor huis. De woningmarkt is niet tot stilstand gekomen, maar het aantal verkochte woningen is bijna gehalveerd. Zit daar nog erg en minder erg in? Ja, je ziet duidelijk ook in de cijfers van de NVM dat met name de duurdere woningen die verkopen veel minder, staan langer te koop. En de woningen voor starters en de middeldure woningen, daar zie je eigenlijk weinig gebeuren. Dus daar is een redelijke vraag naar. Ja, maar ook bij nieuwbouwwoningen gaat het heel slecht. Gaat het echt heel slecht. Dat is heel zorgelijk. Je ziet dat al een half jaar zie dat plaatsvinden. Is dat de verkopen met 80% zijn ingezakt. En dat heeft grote consequenties voor de bouwnijverheid en voor de projectontwikkelaars. Overigens zien we dat al vanaf 2006, hè, dat die vraag naar nieuwbouwwoningen aan het afnemen is. Maar is dat ook omdat die nieuwbouw is natuurlijk, die plannen, dat duurt een paar jaar. Ja. Zitten die nou nog op de top met hoge grondprijzen en dat soort dingen? Voor een deel wel, maar nogmaals, die prijzen of die verkopen die lopen al terug, 2 jaar lang al. Dus dat is al in gang gezet en het heeft vooral te maken toch met de prijs-kwaliteitsverhoudingen. Ze zijn gewoon eigenlijk te duur voor het product wat wordt aangeboden. En dat heeft inderdaad alles met de grondprijs te maken. En je ziet nu ook bij nieuwe projecten dat men die grondprijzen gaat aanpassen, gaat verlagen. Maar ja, projecten die eenmaal ontwikkeld zijn, daar is het heel lastig mee. Zullen we tot slot even vooruit proberen te kijken? Gaat het beter? Het gaat toch wel beter. Er zijn wat lichtpuntjes waar te nemen. De NVM meldt het al. In maart zijn de verkopen toch weer wat toegenomen. Dat is ook altijd in het voorjaar gebeurt dat overigens. Wij doen zelf een onderzoek voor de vereniging Eigen Huis. Een soort marktstemmingsindicator, vertrouwen van consumenten. Dat is het eerste kwartaal dit jaar ook weer gestegen, sinds een behoorlijke tijd. Dus dat is ook positief. We zien dat de betaalbaarheid van met name koopwoningen fors verbeterd is. Dus het is ook gemakkelijker om een woning te kopen nu. En er is natuurlijk heel veel keuze, heel veel aanbod. Kijk, alles hangt op gewoon vertrouwen van de consument. Dus zo gauw dat vertrouwen terug is, dan ben ik ervan overtuigd dat die markt zich vrij snel kan herstellen. En dat eigenlijk het dipje beperkt kan blijven dus? Ja, als het zo blijft, dan is het beperkt. Dan moeten we even afwachten. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat rond de zomer we het ergste gehad hebben. Nou, kijk eens. Sanne, dan eindigen we dan toch nog met positief nieuws hier vanuit Amsterdam over de huizenmarkt. De voorspelling van de professor, het kan zijn dat we rond de zomer het ergste gehad hebben. Positief nieuws, dankjewel Mark.